Isa Jansen, de nieuwe Lemkeskoningin. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En welkom hier bij ons in de studio. Natuurlijk ook Will Peeples en meneer... Ja, Tummer weet ik, maar Grummer, dat weet ik. Oh, wat arga. Oh, je bent een slechte naam. Isa, wat waren de feest gisteravond? Ja, het was fantastisch. Eindelijk na 3 jaar. Ja, want kijk, we waren natuurlijk zus van de prins in Wermend. Die heeft anderhalf jaar moeten wachten. Maar doe hebt 3 jaar moeten wachten, want het volgend jaar wordt bekend, zoiet. En toen? Ja, 2 dagen van tevoren wordt alles weer op slot gegooid. En wat zag ze toen? Dadelijk heb ik dat kleed in de maas. Ja, want dat wordt natuurlijk helemaal niet leuk, hè? Nee, echt niet. Het was echt een domper, ja. Ja. Heb ik ook echt veel leed gedaan toen, ja. Dat ken ik me geen denken. Ja. Want dan moesten 3 jaar zwiegen tot ze de lampjes kunnen gaan zweren. Dat is niet het gemakkelijkste natuurlijk, hè? Nee, en vooral niet als de kapster bent. Nee, en dan moest je vooral gaan vertellen, hè? Ja. Wil, de keuze voor Isa, 3 jaar geleden al gemaakt? Ja, maar we hebben in de Lemkescommissie over een aparte commissie die de Lemkes kunnen doen. En er is Frank in over mij. Dan kan ik precies vertellen wie je voort. Oh, Frank, dan laat me gaan zwaren. Wie is dat gegaan? Want dat is toch wel best een zware taak eigenlijk om te zeggen van wie vind je voor een goeie Lemkes kunnen gaan? Dat is inderdaad een zwaar taak, joh. Maar ik denk dat we tot nu toe nog een goede keus gemaakt hebben. Oh, zeker en, weten. We hebben heel veel aanmeldingen, dus we hebben nog een beetje keuze wat we kennen hoe het zoeken. En ja, naast van vaste loventels, dan ben ze eigenlijk heel erg goed op weg om koningin te worden. Om koningin te worden, want dat is natuurlijk voor vrouwlui. Ja, is dat wel een uitgelezen kans natuurlijk. Ja, manslui natuurlijk ook, maar de prinsen. Dan wordt niet zo gauw overgestapt op een prinses. Kijk, waarom deed dat 4 jaar geleden ondertussen gedaan? Maar dit is natuurlijk wel geweldig, hè, Isa? Ja. Dus we zijn een carnavalist, wie steen? Ja, dat zit ons in het bloed, hè? Ja. Hey, maar dien programma, wie ziet dat doet? Weet ze dat? Ja, eigenlijk, mijn optocht natuurlijk. 2 weken na de carnaval. Na de grote optocht in Stijn, hè? Ja. En voor de rest, lekker nog recepties, nog uitreupingen en vooral genieten. Vooral genieten, ja. Ja, want wie mocht dat zeggen? Er zijn juist voor heel veel aanmeldingen voor nieuwe koningen of koninginnen. Laat ik het zo maar noemen. Zijn er bepaalde, de zijn van de mooiste carnavalisten, maar zijn er nog andere vakjes die ze moesten steken van... Moesten een bepaalde leeftijd hebben. Ik kan me voorstellen dat ze niet een van 60 wilt. Nou ja, dat is niet de bedoeling dat ze me toch later aankunnen natuurlijk. Want dat wordt een beetje moeilijk. Maar ja. Nee, we hebben eigenlijk geen leeftijd. Nee. Iedereen kunt koningin worden. Maar het moest ook een beetje van feest houden. En als je dat hebt, dan is dat... Maar ik kan me voorstellen, hè, Isa. Daar is het niet opgegeven, dan is het niks aan de vastelovend voet. Nee, dan deed ze dat niet. Nee. Dan zou ze dat niet zitten. Weet je al hoeveel deelnemers dat je hebt dadelijk aan de Lemkes optocht? Of kennen zich de lui inschrijven? Wie is dat? Ja, de deelnemers via gewoon binnenkort de inschrijvingen openen. En dan kent zich iedereen inschrijven. En via gewoon altijd goed van een aantal van rond de 40 deelnemende groepen en wagens. En een beetje gewerkt hebben gisteravond, denk ik dat dat dik voor elkaar komt. Dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel, want de 10e vriendengroep wordt natuurlijk gisteravond gigantisch groot aanwezig, groot aanwezig. En de familie? Ja, de familie, de coole kip natuurlijk. Ja, die mogen natuurlijk niet ontbreken, hè. Ja. Goed, ik ga nog hartstikke bedanken dat je hier wordt deze morgen. Doe hebben ze een speciaal leedje wat ze geer wilden waren. Ja. Dat hebben we aan Max doorgegeven. Isa, wat is dat? Gaas aan de Maas. Nou Max, loop maar eens waar.